Wat eten we vandaag? We eten vandaag courgettesoep. Wil je ook proeven? Het is echt heel lekker. Op het Koggenschip loopt een anderhalf jaar durende proef met lunches op basis van streekproducten. De directie beschouwt gezonde voeding als een taak van haar school. We zijn niet alleen een school eigenlijk, maar we zijn net weer even iets meer. Waardoor we ook kijken naar niet alleen wat kinderen leren en hoe ze dat het best kunnen doen bij ons. Maar ook wat speelt er allemaal mee om goed te kunnen leren. En dan kom je toch in de gezondheidssfeer terecht. En dan ga je ook kijken naar, en wat eten kinderen dan? Wat eten ze thuis? En kunnen wij daar iets aan bijdragen, zodat we straks allemaal weer beter en makkelijker kunnen leren? Vandaag is groep 3C aan de beurt om te mogen lunchen. We gaan eerst de crudité, heet dat, eten. Dat zijn allemaal verse groentes. Dat mag je gewoon met je hand pakken. We gaan daarna soep eten. We hebben vandaag courgettesoep. Er zit lekker brood bij. Er zit kaas bij. En daarna krijgen jullie als toetje yoghurt met aardbeien. Dat wist jullie wel. Jij wil nog wat vragen? Ik had in het weekend courgettesoep gegeten. Heb jij in het weekend? Ja, je moeder heeft het recept aan mij gevraagd. Dat klopt. We gaan niet zeggen dat het vies is. Als je iets niet lust, mag je het laten liggen. Maar we gaan alles proeven. We verleiden. We doen niet zo ingewikkeld. We verleiden eigenlijk door kinderen te laten proeven. Tafelkleedjes, bloemen. Ouders zeggen, goh, dat gaan we ook doen. We gaan thuis ook weer aan tafel eten. Kinderen zeggen, hé, dat is lekker. Ja, het werkt echt. Omdat deze school 600 leerlingen heeft, eet elk kind maar 2 keer per jaar in het restaurant. Het Koggenschip werd recent gebouwd met ook een keuken erin. Op dinsdag en donderdag wordt de centrale hal omgetoverd tot een kinderrestaurant. Dit is de crudité. Hier komt nog een dipsausje bij. Dit mag je met je handen pakken en dan dippen. Smakelijk eten, jongens. Jullie mogen beginnen. En, zijn jullie er al uit wat er allemaal in zit? Komkommer. En wat is dat? Een? Weet je dat niet? Is dat een wortel? Is dat een wortel? Nee, wat is dat dan? Het is een haricot vert en het is eigenlijk een heel chique boon eigenlijk. Een hele chique boon. Hoe smaakt het jou? Lekker. Wat eet je? Tomaten. Het is lekker. Dat is bleekselderie. Lekker. En een beetje mosterd, een beetje zout en een beetje peper. Ik vind het best lekker. Ja. Is zo lekker. 2 keer per week verzorgt Tijd voor Eten de lunches op het Koggenschip. Het eten bestaat uit streekproducten en wordt bereid door betaalde, opgeleide medewerkers. Ouders hoeven geen bijdrage voor de lunch te betalen, omdat de pilot is gefinancierd door meerdere ministeries, de gemeente Amsterdam en het VSB-fonds. Tijd voor de tweede gang, de soep. De kinderen hebben in het restaurant 3 kwartier om te eten. Nee, wacht, hem lekker roeren. Dan gaat de room doorheen. Kijk, zoals mij. Ja, zie je, je hebt hem al lekker geroerd. Heb je ook al geproefd? Ik ook. Nee. Ik lust alleen maar oranje soep. Heb je wel een hapje genomen? Ja, eerst vond ik het lekker, nu niet. Heel chic en dan pak je een stukje kaas erbij. Ja. En dan ben je een dame en dan neem je een hapje brood en een stukje kaas. En dan doe je met je pink omhoog, zo. Gaat het zo, Lisa? Ik vind het heel erg bijzonder dat deze school überhaupt meer heeft dan een koffiezetapparaat. Want in de meeste scholen krijg je dit nog niet eens voor elkaar. 30% van de kinderen hebben obesitas hier in de buurt. Dat zijn de chronisch zieken van de toekomst. Als we daar niets aan doen, dat is straks heel erg duur. Hoe smaakt het jou? Lekker. Ja? Ik heb dorst. Wat heb jij gegeten? Sla alles. Het is heel erg leuk om een ontwikkeling te zien, nu al. We hebben nu zo'n jaar en nog iets meer die pilot lopen. We vragen ook dingen aan kinderen terug. Wat vonden jullie ervan? Vonden jullie het lekker? En we horen natuurlijk ook wel eens van, kunnen we ook patat krijgen? Maar dat is alleen maar heel grappig en dat is natuurlijk heel logisch. Maar ik zie dat dit soort concepten werken. Samengevat, in het Koggenschip wordt 2 keer per week gekookt. Het eten bestaat uit streekgerechten. De pilot is volledig gesubsidieerd. In de toekomst wordt het als franchise-model aan scholen aangeboden. Ouders zullen dan €2,50 gaan betalen.